Hansen en Love Song. Cappuccino. Heel Hollywood loopt met hem weg, maar in ons land is de naam George Sluizer bij een groot publiek niet zo bekend als die van bijvoorbeeld Paul Verhoeven. De verfilming van het boek Het Gouden Ei, Spoorloos, dat is redelijk bekend. Maar verder houdt het eigenlijk wel op. Topregisseurs als Steven Spielberg en Stanley Kubrick vinden hem fantastisch. Hoe kan dat nou eigenlijk? Nou, Dennis Alink is student aan de Filmacademie en die maakt de documentaire Sluizer Speaks. Iedereen kent Paul Verhoeven. Waarom kennen wij George Sluizer niet zo goed? Nou, omdat ik denk dat George Sluizer vooral binnen Hollywood bekend is gebleven. Er zijn heel veel mensen in Hollywood die bijvoorbeeld Spoorloos zagen en dachten van, hey, dit is een man met heel erg veel talenten. Maar Sluizer heeft altijd zijn eigen weg gekozen. Maar hoe kan het dan dat die eer in Hollywood hem dan wel ten deel viel, maar hier in Nederland? Nou, Nederland moet je vooral jezelf zijn. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. En Sluizer die heeft vanaf het begin projecten opgezet die eigenlijk gewoon niet konden. Zoals? Een mooi voorbeeld is Joao en het Mes. Toen heeft hij in Brazilië wou hij een film gaan maken. Nou, dan zei het Nederlands Filmfonds, film in Brazilië, dat is onzin, dat gaan we niet doen. Toen zegt hij, dan ga ik het wel doen. En toen heeft hij zelfs nog met geld van een bankovervaller in Brazilië die film daar in de jungle gedraaid. En ja, dat is dan ook goed geworden. En Brazilië stuurt die film in voor de Oscars. En in Berlijn wordt hij groots ontvangen. Maar het is te gek voor onze nuchtere Nederlanders. Wat wij wel mooi vonden in Nederland was Spoorloos. Gebaseerd natuurlijk op het boek Het Gouden Ei van Tim Krabbe. Ja. Met dat ongelooflijke einde. Mag je niet verklappen. Ik zeg niet wat. We zeggen niet wat hoe dat einde is. Maar dat is wel toch wel het einde van de film. Wat me ooit meeste indruk op mij ooit heeft gemaakt, volgens mij. En dat gold ook voor Stanley Kubrick. Want hij was ook zwaar onder de indruk van hem. Hè? Ja. Toen Stanley Kubrick de film had gezien, toen belde hij George Sluizer op. En hij zegt van, ik heb net een doodenge film gezien. En dat was Spoorloos, The Vanishing. En toen zei Sluizer van, nou ja, ik weet nog wel een andere goede film, The Shining. En Kubrick zegt, nou dat is kinderspel in vergelijking met Spoorloos. En wat grappig is dat de Engelse vertaling van Spoorloos, The Vanishing, The is natuurlijk geen term. En net als The Shining dat niet is. Maar toen heeft hij er The voor geplaatst. Net als referentie naar The Shining. Dus dat wist Kubrick niet eens. Geweldig, ja. Hoewel die Amerikaanse remake toch wat minder spectaculair was. Maar dat terzijde. En behalve Kubrick is ook Steven Spielberg fan. Klopt het dat George Sluizer Schindler's List bijna had geregisseerd? Bijna. Steven Spielberg die wou toen Schindler's List produceren. En toen heeft hij inderdaad aan George Sluizer gevraagd van, wil jij Schindler's List voor mij regisseren? Ongelooflijk. Dat is ongelooflijk, ja, want het is een behoorlijke film geworden. Wat was het moment waarop jij dacht, die George Sluizer, die verdient een standbeeld, die verdient een documentaire? Nou, eigenlijk het moment dat ik, 6 of 7 jaar geleden, Spoorloos zag. Ik dacht, nou, dit is een fantastische film, Nederlandse regisseur, niks over te vinden. En toen heb ik een paar jaar nog een beetje gezocht en je kon zijn films ook moeilijk vinden. En toen kwam hij vorig jaar, of een paar jaar geleden kwam hij met Homeland. Toen dacht ik, nou, ik moet hem interviewen. Nou, hij was ziek, dat ging niet. En een jaar geleden was hij bij De Wereld Draait Door en het was alleen nog maar slechter met hem gegaan. En toen dacht ik van ja, maar nu is hij weer in Nederland en nu ga ik hem ook niet loslaten. Ik ga er met een camera naartoe en ik wil alles over die man te weten komen en dat allemaal verwerken in een film. Hoe gaat die documentaire dan eruit zien? Sluizer is heel erg ziek, dus hij is veel aan het woord. Maar we volgen hem ook. We hebben hem gevolgd in Nice, waar hij onder andere woont. We hebben hem gevolgd in Berlijn, op het Berlinaal, bij zijn première. We volgen hem eigenlijk in zijn dagelijkse doen. Maar ik probeer ook heel veel van die anekdotes te pakken. Want hij heeft zo ongelooflijk veel verhalen. Hij heeft enkele van de laatste beelden van John F. Kennedy gefilmd. En er zijn zoveel bizarre verhalen die niemand kent, die niemand weet. Maar die eigenlijk, ik denk, iedereen wil weten. Het meest bizarre verhaal? Meest bizarre verhaal? Wauw, dat is niet te doen, zeg. Nou, noem maar eentje. Roman Polanski, de regisseur die onlangs is opgepakt vanwege dat seksueel misbruik, die heeft zijn actrice gestolen. Sluizer en Polanski kennen elkaar omdat ze in de jaren 60 samen hadden gewerkt aan een film in Amsterdam. Sluizer was zijn regieassistent. Ze hadden de afgelopen jaren hadden ze heel veel contact gehad. En op een gegeven ogenblik had George Sluizer voor de film Twee Vrouwen, Twice a Woman, de verfilming van het boek van Harry Mulisch, had hij een Engels sprekende actrice nodig. Toen heeft hij de dochter van Klaus Kinski, Natasha Kinski, ontdekt. Want die was er nog niet bekend. En die had hij gecast voor zijn film. Toen heeft hij dus aan Roman Polanski laten zien, kijk eens, ik heb een hele mooie actrice gevonden. Meisje kan heel erg leuk spelen. En dat dacht Roman Polanski ook. Toen heeft hij Natasha Kinski ontvoerd in een klooster in Groot-Brittannië.
waardoor Sluiser 3 dagen van tevoren geen actrice meer had. En heeft hij haar voor zijn eigen film Tess gecast. En daar zijn ook weer dingen gebeurd met dit meisje wat gewoon veel te jong was. Want Polanski, die hield zijn handjes niet helemaal thuis. Ja. Maar dat vind ik wel een bijzonder verhaal. In de documentaire valt op ook dat hij heel veel projecten afwijst. Heb je daar een voorbeeld van? Bijvoorbeeld Schindler's List. Hij heeft ook De Aanslag afgewezen. Oscar-winnende film heeft hij afgewezen. En hij heeft zelfs een maar film... dat vindt hij dan niet goed genoeg of zo? De reden waarom hij De Aanslag en Schindler's List heeft afgewezen, dat heeft met elkaar te maken. En als je dat wil weten, dan moet je natuurlijk onze film helpen... Financieren, hè? Ja. Ja, want film maken kost geld. Maar allereerst is George Sluiser aan de telefoon. Dag George Sluiser, goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u ervan dat er een documentaire over u wordt gemaakt? Het is... ik ben vrij laconiek. Het is een initiatief van Dennis en Angelo, eigenlijk in Amsterdam. En ik heb gezegd, nou gaan jullie gang, maar ik wil wel even aan het eind... wil ik wel de final cut, want ik wil wel dat de feiten die dan in de film voorkomen correct zijn, maar verder bemoei ik me niet mee. Nee. En ik laat het gewoon door dobberen tot het ongeveer klaar is. Dan kan ik wel iets zinniger misschien iets over zeggen. Ja, ik heb nu niks gezien. Nee, maar u zegt dus van ga jullie je gang maar. Maak die documentaire gewoon. Ga gewoon in grote vrijheid aan de slag. Dat is ook wel een beetje op u van toepassing natuurlijk. Als we terugkijken op uw carrière. Ja. Als u zelf terugkijkt, zijn er dan projecten waarvan u spijt heeft gehad? Dat u ze niet heeft aangenomen of dat u ze wel heeft gedaan? Nee, dat ken ik niet. Ik heb nooit spijt van een film. Ik bedoel, ik heb wel betere en minder goede films eigenlijk gemaakt. Maar ik heb geen één film waar ik over zou schamen. Of jammer vind dat ik hem gemaakt heb. Dan neem ik ze meestal niet aan. Dan voel ik dat mijn klompen. Daar heb ik dan geen zin in. Omdat door te zetten, iets wat ik weet wat dan vrij lang duurt en eigenlijk niet genoeg plezier aan kan beleven. En, ik begrijp het, ja. Nou, we dus, kijken... Ik ben vrij streng in mijn keuzes. Ja, en daar heeft u geen spijt van. We kijken uit naar deze documentaire en u natuurlijk ook, George Sluiser. Ja. Dank voor uw reactie. Dennis Alink, is er geld nodig? Hoe kunnen mensen meehelpen financieren aan deze film? Je kunt naar Cinecrowd gaan en daar kun je een donatie doen. Daar krijg je allemaal leuke dingen voor terug. Er zijn een aantal categorieën. Je kunt van €5 tot €2000 helpen. Maar help ons alsjeblieft, want we hebben instant geld nodig om deze film af te kunnen maken. Zodat deze George Sluiser voor altijd vastgelegd wordt in een bijzondere documentaire. En wanneer moet hij dan verschijnen? Dat hou ik nu nog eventjes voor me. Er zijn wel plannen, er zijn nog gesprekken met bepaalde festivals. Maar wat daar allemaal nog uit gaat komen, dat moet nog even op zich laten wachten. Dennis Alink, ik wens je heel veel succes. Dank u wel.